Steenbok, welkom bij jullie reading voor het laatste gedeelte van september. Dus we zitten echt bijna op het einde van de maand. We gaan kijken wat er nog voor jullie naar voren mag komen, Steenbok. En dit is voor iedereen die Steenbok in zijn zon, maan of ascendant heeft of een andere plaatsing. En ook crosswatchers, jullie zijn welkom. We beginnen met een kaart van de helende engelen en daarna gaan we een tarot reading doen. De kaart die voor jullie naar voren kwam tijdens het voorschudden is nummer 6. Steenbok, omarm het nieuwe. Ook het cijfer 6 kan voor sommigen van jullie wellicht belangrijk zijn of een specifieke betekenis hebben. Omarm het nieuwe. Het is een cijfer ook van balans. Steenbok. Het tegenovergestelde van angst is moed. Niets weerhoudt je om je plan te wijzigen. Eindelijk heb je de moed gevonden om je plannen te verwezenlijken. Het is heel natuurlijk dat angst op de achtergrond een streek met je uithaalt. Omarm het nieuwe in je leven. Dat je de mogelijkheid biedt oude gewoontes los te laten. De helende engelen ondersteunen iedereen die moedig de wereld binnentreedt. Zij weten dat je nu bescherming en leiding nodig hebt. Elk begin is moeilijk, maar nooit te moeilijk, Steenbok. Dus daarmee beginnen we jullie reading. En ik ga kijken wat er onder op het dek ligt van de tarotkaart. En dan hebben we de koning van bekers, de koning van kelken. Schorpioen, kreeft, vissen energie. Het kan zo zijn dat je te maken hebt met iemand met het sterrenbeeld schorpioen, kreeft, vissen, dus een waterteken. Of het kan zo zijn dat je zelf een hele sterke plaatsing hebt, je ascendant of je maanteken in een waterteken. Maar het kan ook simpelweg de energie zijn van de kaart. En dit is iemand die heel behulpzaam, begripvol is. Het kan zelfs iemand zijn die ook vanuit zijn beroep mensen helpt, therapeutisch werkt. Die koning van bekers is iemand die zelf al heel veel heeft meegemaakt. En daardoor ook emotioneel een bepaalde volwassenheid over zich heeft. En op de traditionele kaart zie je die koning van kelken te midden van heel wild water zitten. Maar er toch heel zen uitzien. Dus dit is iemand die zijn emoties ook heel goed onder controle heeft. Universum, wat is de boodschap voor het sterrenbeeld Steenbok? Sterrenbeeld Steenbok voor het resterende gedeelte van de maand september 2024, universum. Dank u wel. Nog twee kaarten, alstublieft, voor Sterrenbeeld Steenbok. Sterrenbeeld Steenbok, ja, dank u wel. Nog meer waterenergie zie ik. Sterrenbeeld Steenbok. En nog twee kaarten. Dus jullie krijgen een extra kaart, Steenbok. We hebben als eerste de koning van pentakels. Stier, maagd, steenbok, je eigen energie. En ook een kaart die aangeeft in je kracht staan, balans, een stabiliteit met die koning van munten. Het staat ook voor succes. Dan de tweede kaart die voor jullie naar voren komt is de hoge priesteres. Dus echt in tune zijn met je gevoel, het volgen van je intuïtie, antwoorden die je van binnenuit krijgt, want dat is wat de hoge priesteres krijgt. Ze weet de antwoorden op de vragen die ze heeft, omdat ze dit aanvoelt. Dan hebben we een schildknaap van bekers, schildknaap van kelken, weer die waterenergie, schorpioen, kreeft, vissen. En we hebben de gerechtigheid. Twee grote arcane kaarten. En de gerechtigheid is een kaart van balans. Een kaart van keuzes die gemaakt worden. Gelijkwaardigheid. Voor sommigen van jullie Steenbok heeft het te maken met je werksituatie. Want we hebben de pentakels 8 als algemene energie onder op het dek liggen. Dit kan ook betekenen dat je gewoon ergens je tijd en aandacht aan wil geven. Wat zorgt voor verbetering, waar je voldoening uit haalt. Waar je misschien ook andere mensen mee van dienst kunt zijn. Onder op het volgende dek hebben we de keizerin. Wauw. Dus ik zie sowieso Steenbok voor jullie succes. En dit is een kaart van rijkdom, voorspoed. Dit is ook iemand die dat uitstraalt. Het kan ook een moederlijke energie zijn. Of de geboorte van iets nieuws. Een nieuw zakelijk plan met die pentakels 8 en de koning van munten. Heb je een nieuw zakelijk plan? Iets wat je aan het overdenken bent? Een nieuwe ervaring, dan zie ik dat het ook financieel zijn vruchten zal afwerpen.
Onder die keizerin hebben we hier de kelken 3. Voor sommigen van jullie komt er ook nieuws over een geboorte. Ja, letterlijk een geboorte van een kind of een zwangerschap. Nog voor het einde van de maand. Waarom ligt hier de pentakels 8? De pentakels 8 voor het sterrenbeeld steenbok als algemene energie voor het laatste gedeelte van september universum. Waarom ligt hier die pentakels 8? En als je een vraag hebt waar je over aan het denken bent, het antwoord met die gerechtigheidskaart is ja. Als jij in deze situatie eerlijk gehandeld hebt, ja, integer bent geweest, dan is het antwoord een ja. Of iets wordt beslist in je voordeel, steenbok. Universum, waarom ligt hier die pentakels 8? Pentakels 8. Schildknaap van staven. Ik heb ook het gevoel dat er goed nieuws gaat binnenkomen over iets, steenbok, met die schildknaap van staven. Maar dit heeft ook alles te maken met ja, allerlei ideeën die je hebt, waar je actie op wil ondernemen, heel gepassioneerd over bent. Oeh, maar kijk, we hebben hier de toren, schorpioenenergie, de maan, vissen, kreeftenergie en we hebben de zwaarde 10. Met de staven 9 en het oordeel. Dus er is iets gebeurd in het verleden, of er gaat iets gebeuren. Ik heb het gevoel dat dit al gebeurd is. Een torenmoment wat heeft plaatsgevonden, wat je leven eigenlijk op de kop heeft gezet. Waar je ook echt veel zorgen over hebt gemaakt, veel stress van hebt gehad, veel ja, onrust heeft het gebracht, onzekerheid, verwarring. Iets is beëindigd. Wat heel veel onzekerheid met zich meebracht. Het kan een baan zijn. Waarom ligt hier de pentakels 8? De kelken 7. Opties. Dus er zijn opties, keuzemogelijkheden. Je bent aan het ja, denken. Wat past het beste bij me? Wat wil ik gaan doen? Waar wil ik actie op ondernemen? Waar wil ik mijn tijd, mijn energie in stoppen? Je kunt na aan het denken zijn om een soort van opleiding of een cursus te volgen. Waarom ligt hier de koning van munten? Om zo voor jezelf meer balans, stabiliteit te kunnen creëren. Want ik zie dat je heel ambitieus bent. De koning van munten, je eigen energie, dus ook iemand die echt hard werkt. Waarom ligt hier die koning van munten universum voor steenbok? Waarom ligt hier die koning van munten? En het kan zijn dat plotseling je baan bent verloren. Voor sommigen van jullie. Of plotseling heeft zich een andere situatie voorgedaan. Er is iets geweest wat plotseling je wereld eigenlijk op zijn kop heeft gezet. Waarom ligt hier die koning van pentakels voor steenbok? De koningin van staven. Dus het kan te maken hebben met een vuurteken. Ram, leeuw, boogschutter. En we hebben de zwaarde 4. En het kan iemand zijn waar een tijd geen communicatie mee is geweest. Voor sommigen van jullie gaat er onverwachts communicatie komen. En dit kan van een ex zijn. Het kan een vuurteken zijn. Iemand die zijn excuses ja, zijn excuses wil maken. Dat kan een waterteken zijn. Iemand die heel intuïtief is. En iemand die ja, balans wil brengen in de situatie. Gerechtigheid met die gerechtigheidkaart hier. Een koningin van staven hebben we dus. Vuurenergie en waterenergie. Stier, weegschaal hier. Met de keizerin. Waarom ligt hier de hoge priesteres?
Waarom heeft jij de hoge priesteres? De koningin van zwaarden. Dus we hebben nu twee koninginnen hier liggen. Waarom ligt hier de hoge priesteres? Waarom ligt hier de hoge priesteres? En die koningin van zwaarden is iemand die heel logisch denkt. Iemand die emotioneel afstandelijk is eigenlijk. Heel, wat koud kan overkomen. Wat afstandelijk. Klaar zit met haar zwaard om knopen door te hakken. En het is iemand die de waarheid ook wil weten. Open staat voor communicatie. Waarom ligt hier die hoge priesteres? En die koningin van staven, dit kan ook jouw energie zijn, steenbok. Van nog willen werken aan een situatie. Waarom ligt hier die hoge priesteres? Iemand kan de ander op een soort van voetstuk geplaatst hebben. We hebben ook twee koningen, zie ik nou. Die koning van kelken en de koning van pentakels. Waarom ligt hier de hoge priesteres? Oh, en ik zie ook een pentakels 10 omgedraaid. Wat te maken kan hebben ook weer met die stabiliteit, veiligheid, zekerheid voor jezelf opbouwen. Maar zeker ook met familiesituaties of stabiele relaties. Waarom ligt hier de hoge priesteres? De hoge priesteres. Er kan binnen de familie iets spelen wat ook rondom een moederfiguur. Het kan een alleenstaande moeder zijn die we hier hebben met die koningin van zwaarden en de keizerin. Broers, zussen, waar er conflict is. Meningsverschillen. Kelken aas. Dus voor het einde van de maand, voor sommigen van jullie steenbok, wordt er een soort van conflict bijgelegd, heb ik het gevoel. Of iemand gaat daar inderdaad knopen in doorhakken, actie in ondernemen, zijn intuïtie volgen. Waarom ligt hier die schildknaap van kelken of zijn excuses aanbieden? Maar ik zie dus dat er communicatie gaat plaatsvinden. Waarom ligt hier die schildknaap van kelken? De kelken 4. En het oordeel. Er is sprake geweest van een afwijzing op de een of andere manier. Maar ook iemand is bang om afgewezen te worden. En is misschien nog in conflict. Van ga ik de communicatie aan of niet? Ja, iemand wil werken aan die situatie met die pentakels 8. In ieder geval een huidige situatie met die kelken 4. Ja, is niet ideaal. Dus iemand hoopt dat een excuses wordt aanvaard. Of dat er... Ja, dat er compassie zal zijn. Dat er vergeving zal zijn. En dat er op, een vernieuwing van de situatie plaatsvindt. Ik zie nog een koning hier. Dus de enige koning die ik nu mis is die koning van staven. En die zag ik steeds tijdens het voorschudden naar voren komen. Er kan wat boosheid zijn tussen jou en een persoon, steenbok. Dus beide zijn afstandelijk naar elkaar toe, heb ik het gevoel. Waarom ligt hier die gerechtigheid? Aas van staven. Ja. Dit is die aas die aangereikt wordt. Waarom ligt hier de gerechtigheid? Waarom ligt hier de gerechtigheid?
En nog een aas, de aas van pentakels. En de pentakels 6. Ideeën krijgen over dat nieuwe begin, over iets wat, ja, waar je mee verder kan, wat groei brengt in de toekomst. Iets wat groot potentieel heeft. Echt, ik zie Steenbok succes. En je gaat keuzes maken in een situatie waarin er inderdaad competitie is, concurrentie of uitdagingen. Waarmee je, ja, conflicten zijn er. Je ligt niet op één lijn. En je hebt het gevoel ook niet op één lijn te komen met iemand. En je gaat daar intuïtieve keuzes in maken. Je intuïtie gebruiken bij het maken van die keuze. Want je wil verandering in de situatie. Iets brengt je geen voldoening. Je bent niet blij met hoe het nu is. En ik zie dus, ja, voor het einde van de maand een bepaald idee krijgen over hoe je de situatie in positieve, op een positieve manier kunt veranderen. Je wil, je bent bereid om ergens aan te werken. Je bent je opties aan het overdenken. Emoties gaan daar ook, zijn daar ook mee gepaard. En met die pentakel 6 is dit een gelijkwaardig geven en nemen, maar ook gul zijn. Dus iets geven. Of jij geeft iets, of iets wordt je aangereikt. En dit kan dus in een conflict situatie binnen familie zijn, ja, of andere relaties, connecties. Het kan iemand zijn die wat drama veroorzaakt heeft en dan is er op een gegeven moment geen communicatie meer. Ja, er kunnen een soort van twee groepen zijn of een soort van verdeling. En ja, je gaat toch je intuïtie volgen in de actie die je gaat ondernemen in plaats van te luisteren naar wat anderen zeggen. Je gaat daar echt je gevoel in volgen. En het kan zo zijn dat er ook anderen zijn die andere overtuigingen hebben. Waar ze aan blijven vasthouden. Maar jij, ik heb het gevoel, je gaat echt je gevoel volgen. En dat heeft succes. Dat brengt succes, een succesvol resultaat. En het heeft echt te maken met soulmate-energie of met kinderen. Je gaat het echt benaderen vanuit een soort van compassie, vriendelijkheid. En dat kan dus ook met werk te maken hebben. Een nieuw idee wat je krijgt. Zakelijke plannen. Het kan te maken hebben met zelfstandig iets beginnen. Ja, en dit brengt je heel veel balans en ja, ik heb het gevoel dat je dan ook die machtsstrijd niet meer zult hebben. Of die conflicten met die staven 5. Dit brengt echt succes. Maar ik heb ook echt het gevoel dat je iets gaat doen wat uitzonderlijk is. Of wat anderen niet verwachten. Maar je gaat toch doen wat voor jou goed voelt. En er kan ook een situatie zijn wat te maken heeft met derde partijen voor een heel klein gedeelte van jullie. Iets waarbij je iets tijdelijks wil omzetten in iets meer stabiel. Waar je besluit inderdaad, hier ga ik in investeren. Hier ga ik, ik ben bereid om te geven in deze situatie.
of een ander is bereid om aan jullie relatie te werken. Dus ja, dat is wat ik zie, Steenbok. Als het resoneert, laat het me zeker weten in de reacties. Ik wens jullie een hele mooie resterende maand toe. Tot de volgende keer. Dag!